Als ik dat klaar heb staan, dan is die geelpartij er niet. Libby was al om 6 uur wakker. Waar gaan we zo meteen heen? Hallo! Ja, klopt. Ja. Spontane Limburg. Ik had heimwee, dus ik wilde gaan. We zijn vandaag ook 12 jaar getrouwd. En morgen. 12 jaar. We zijn echt oude rakkers. Dat is leuk. Lekker. Ja. Wat leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe vlog. Het is maandagochtend. Een van de tweelingen is al wakker. Het is nu maandagmiddag. Het is 12 uur. Even hun broodjes al klaarmaken. Voordat ik hun uit bed haal. En dat doe ik in deze kommersloit bordjes. In deze. Broodje. Wat krentjes, fruitje. Dan krijgen ze wat variatie binnen. Maar als ik ze al beneden heb, dan kan Lou echt zo gillen en dan kan ik me niet focussen. Dus als ik het dan klaar heb staan, dan is die geelpartij er niet. Dus ik maak even een broodje smeerworst voor allebei. Even wat aardbeien op het bordje. En misschien een komkommertje op het bordje. Dat ga ik even maken. Ja. Op de maandagochtend gaat mijn hoofd vaak alle kanten op. Maar ik moet gewoon blijven bij het feit dat maandagochtend is wasochtend. En wassen. En wat ik nog meer gedaan krijg, dat is mooi meegenomen. Ik merk dat ik de maandag en de dinsdagochtend altijd even voor mezelf moet nemen om ook iets te doen wat ik leuk vind. Nu heb ik dus vanochtend de vlog online gezet van afgelopen week. En dan heb ik dat weer creatief gedaan. En morgen, op dinsdag, doe ik meestal schilderen. Dus waterverf, tekeningen maken. Dus dat. En ja, dat. Ik ga even dit bordje klaarmaken en dan Lou halen, want die was wakker. En dan is het weer speeltijd. Ik heb aardbeien, smeerworst, honingrondjes en druifjes. Super cute. Dit is de oogst nog van de tuin. Komkommer, courgette, bol courgette. Dus ga ik even van dit ga ik even soep maken vandaag. Moet ik zo nog even doen. Hi liefje. Was je weer wakker? Hey. Hi. Oh, is je speen gevallen? Oh, ik moet je nodig even stofzuigen. Zullen we snel naar je broertje toe gaan? Nee? Gaan we naar je broer? En jouw bed afhalen? En die wassen. Je mooie schoenen, hè? Schoenen. Is het eten op? Als Lou klaar is met eten, laat hij dat altijd merken door het bordje te laten vallen. Het bordje is ook helemaal op gewoon. En die tante, die moet altijd wat langer door. Wil je wat drinken? Waar is je drinker? Had je die ook op de grond gegooid? Waar is je drinken? Zoeken, 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 zoeken. Waar heb je die naartoe gegooid? Ja, waar is die? Ligt hier niet onder. Hey, waar heb je drinken naartoe gegooid? Ja. Hè? Zeg je nou daar? Ja.
Dat is nog een stukje aardbei. Maar die ga ik niet geven, want we hebben hier een hond. Die is bah. Oh, nou. Mama. Haba. Vaak kort en dan eraf. Bah. Nee. Boom. Hé, boom. Hé, boom. Ah, boom. Potje. Maar het is wel een mooie zonsopgang. Goedemorgen. Ja, waar zijn we nu, Libby? Zelden. Ja, domino, hè? Maar waar zijn we nu? Waar gaan we zo meteen heen? Hallo! Ja, dat klopt. Ja. Lukt het niet hier? Wolkjes maken? Kan je dat doen? Het is inderdaad echt gewoon dat. Het is niet koud hier? Je wordt hier buiten. Ja, dat kan bijna niet misgaan. Het is woensdag. Middag alweer. We hebben vanochtend even lekker gefietst. Stefan is in Friesland. Heeft daar een nachtje geslapen en is er nu de hele dag aan het werk. Wij hebben even Duplo gebouwd. Dus dat zijn we lekker aan het bouwen. En ik ga ondertussen nog even wat werken. Tweeling slaapt. We genieten van de muziek wat ergens vandaan komt. Ja, die had je gekregen, hè? Kwam die speciaal via het raampje naar binnen. En het is echt heerlijk weer. Dus echt nog genieten van het weer. En dan is vanmiddag nog weer even fietsen. Stefan komt vanavond laat pas thuis. Dus fietsen, fietsen, fietsen. Goed vasthouden. Armin zit daar binnen. Hi, Lulu. Gaat het goed? Zit je bij opa? Jantje junior. Het is... Wat vandaag is het vandaag? Woensdag, 4 oktober, dierendag. Oh ja, dierendag. We zijn met Maarten en Nancy, want Maarten is jarig. En we hebben feestje. Ze zijn lekker spontaan in Limburg. Ik had heimwee, dus ik wilde gaan. Jessje, wat ben je aan het doen? Gaan we zo eten? Heerlijk. Je kunt het uithalen, kan je lekker liggen. En dan doen we het ook nog voor. Gaat het goed? Met mij? Ja. En drie kinderen en wat? Beetje overprikkeld. Gaan we eventjes pompoenen kopen? Nee. Ja, kom, we gaan even pompoenen kopen. Ja? Ja, we hebben net even een kleine spontane fotoshoot gedaan op de Brunsum Hei. Woehoe. Met die papi. En wat eet Jess? Die eet natuurlijk weer een paddenstoel. Maar het is wel leuke foto's geworden, hè? Mooi hier, kijk dan. Uit. We gaan pompoenen maken. Dan wil ik niet vatten in mijn kleren. Ik ben gek op water. Daar gaat ie. Oeh. Wat zie je? Wat zie je?
zit erin. Goh. Wat vergeten we dan? Is papa nog een nieuw aan het maken? Ja, ik heb 1, 2, 3, 4, 5. Ja, deze is echt leuk geworden, hè? Mm-hmm. Oei. Oei! Oh, ze zit erbij! Ja, ze zit achter. Jessie! Dat was niet erg. Dat is zo leuk. En hoe ga je dat nu meenemen naar huis toe? Kunnen we het beter? Wij zijn in Rotterdam. Het is zaterdag. En we gaan naar een bruiloft. En wat het grappige is, we gaan naar een kerk waar ik 14 jaar geleden voor het laatst ben geweest. Maar het is de oude kerk. Nou, de oude moederkerk van mijn kerk waar ik vroeger zat. Heel lastig uit te leggen, Sanne. Het is moeilijk. Maar het is, hè? Het is moeilijk. Niet moeilijk. En dit Commentie Rotterdam. En ik zat altijd in Commentie Schinnen. En hier kwamen wij vroeger echt heel vaak. Dus het is echt wel super leuk om hier weer een keer terug te zijn. We zien er wel echt slik uit, hè? Kijk dan het strikje. Zijn vandaag... Het is gratis vandaag, daar heb ik hier. Oh, nou, lekker. We zijn vandaag ook 12 jaar getrouwd. En morgen. 12 jaar. We zijn echt oude rakkers. Dat is leuk. Lekker. Ja. Dus we gaan even voor het eerst sinds de tijden naar een bruiloft en een feestje vieren. Het is dinsdagochtend. Vorige week geen vlog online, want deze dame... was weer vergeten om te vloggen. Ja. Nu weet je waar het vandaan komt, hè, Sanne. We hebben echt een heel fijn midweekje gehad in Limburg. Zaterdag op zondag een nachtje weg geweest. Echt heel fijn. Ik merk wel... wat heel veel van me gevraagd heeft. Dus ik ben echt super moe. Ik ben ook echt nog hees. Als ik oververmoeid ben, dan word ik echt hees. Maar het was zo leuk. Zo fijn om ook even met Steven alleen een nachtje weg te zijn. De hotelkamer was ook echt zo fijn. Ik zei tegen Steven, ik wil een bad in de kamer. Ik wil een goed ontbijt en de rest wil ik niks doen. En dat is gelukt. Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Het is een kort vlogje. It's okay. Anders komt er helemaal niks online. nog updates. Oh ja. Binnenkort moeten we met Jess naar het ziekenhuis. Weer voor een provocatietest melk. Want ze reageerde toch op melk in de prikjestest op haar arm. Lou, die willen ze nog niet testen, omdat hij zo heftig reageert al thuis. Weten ze dus al dat hij dat heeft. En willen ze dat pas over 3 maanden weer doen. Het gaat op zich wel lekker. Ik krijg nu best wel een harde klap van mijn ADHD-diagnose. Allemaal dingen komen naar boven van vroeger en allemaal dingen toch wel een beetje verdriet om wat er allemaal gebeurd is. Er komen de herinneringen boven, bijvoorbeeld zat ik vroeger op turnen en ik won dan de kampioenschap. En dan kwam ik de week daarna weer op trainen en dan namen ze me apart, alle twee de leiding. Zeiden ze van, ja Sanne, deze beker verdien jij helemaal niet, want je doet helemaal niet goed je best tijdens een training. Je bent alleen maar
afgeleid en met andere dingen bezig. Maar op een kampioenschap kan je ineens wel laten zien wat je kan. En ik was gewoon echt niet van mezelf bewust dat ik niet goed meedeed. Want dat heb ik nooit gehoord. En als kind komt dat zo hard binnen. Onthoud je. En dan komt dan random die gedachte naar boven en herinnering. Dus dan denk ik, oh ja. Oké. En wat doe ik er dan mee? Nou ja, mijn hele hoofd gaat dan on the go. Maar dan moet ik, ik hoop dat ik daar wat over ga leren hoe ik dat kan doen bij het ADHD groepje. Ik heb morgen afspraak met de psychiater voor medicatie, dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop echt dat dat gaat helpen om mijn hoofd even uit te kunnen zetten. Ik denk dat het ook lastig te begrijpen is voor mensen die geen ADHD hebben. Want eigenlijk is ADHD is ook mijn persoonlijkheid. Interessant, hè? En het is niks negatiefs, maar vroeger is het wel heel negatief mee omgegaan. Dat ze niet wisten hoe ze er iemand moeten gaan. Ja. Goed. Personal talks. We gaan weer een mooie week tegemoet. Ja, we zijn al begonnen met de week. Mensen, you've got this. En als je het even niet voor elkaar hebt, dat is mens zijn. Dat is het leven. Als je maar elkaar kan hebben. Stem. Oké. Ik sluit deze vlog af. Ik zie jullie next time.